Hey guys, what is up? It's Geico here today, playing Evolve again. I have played in the morning, or not in the morning, afternoon I think, and now at night we'll be playing it again. Still day one, and we'll do some multiplayer playthroughs to level up a bit. And technically it's Left 4 Dead, but then with 4 versus 1 in a very cool way. So hope you guys enjoyed it by MJ Trippy. Say hi, bro. Hello. So yeah, he's also in the chat. He does not have the game yet, but he wants to also see what the game is like. So we'll also be talking Dutch a bit. But if you have any questions, I'll just talk English. And you can also post them up in English, you know, on the chat. Hey, Gozer. Ja. Heb je hem al gevonden? Ja. Stik, hè? Je hebt een mode, die heet niet te zien skirmish, soort campaign-achtige mode. Ja. Maar dat speel je 5 dagen. En dat zijn gewoon 5 matches achter elkaar. En elke match, wat dan gebeurt, stel de monster wint of de humans winnen, dat beïnvloedt de volgende map. Komen er een soort verschillende perks vrij, weet je, voor die map. Die map verandert in zin. Dus hij is altijd anders. De outcome is altijd anders. Ik wil eigenlijk als een trapper spelen. Ja, klopt. Altijd. Maar dat merkt de persoon niet, weet je wel, die aan het kijken is. Alleen degene die in de stream zitten, die merken het. Maar daar moet je niet op letten, dat is gewoon standaard. Mensen spelen online in Amerika. Sommigen hebben hem ook gewoon eerder. Nee joh, ik heb geen één keer lag gehad. De game speelt gewoon als een charm. Ik denk dat het eerlijk gezegd dedicated servers zijn, man. Van ik weet niet zeker, maar ik heb geen lag gehad. Nog niet. Oh, ik ben. Ik ben gewoon die medic. Je hebt verschillende soorten characters. Die moet je nog unlocken. Dus dat is leuk. En elke character heeft een. Oh, zo! Jetpack recharge. Yes, please. Elke character heeft zijn eigen specialiteit. En die Maggie ziet er ook wel lep uit. Ja, die Maggie heeft een fucking hond gek. Zo'n tropische. Zo'n beest. Die loopt met haar mee. En die hond die speurt die beest op. En jij loopt dus als het ware achter die hond aan. En als jij doodgaat bijvoorbeeld, je valt. En daar hebben we Cyborg. Ah, Cyborg. Als jij zeg maar gedowned wordt, dan komt die hond je healen. Tenzij die hond wordt aangevallen, weet je. Ziek. Maar hij is dik hoor. Echt, ik vind het echt een zieke game. Het is heel. Kijk, dat is die fucking Titan. Hij is gewoon de Goliath. We hebben gewoon 1 man tekort, dus eentje speelt een bot. I love this game! I love it! Hoe was dat werk trouwens? Het was vandaag niet werken. Ja, weet ik, maar van het weekend. Oh, dat was rustig. We gaan aankomend weekend, hè? Ja, man. Hoe laat ook alweer? 3 of zo? 7. Oh, nee, 7. 7 uur. Dus wij gaan. We gaan donderdag gewoon. In de middag. Volgende week donderdag. Ja. Middag, ik kan niet wachten, man. Ik heb wel zin, man. Gewoon 4 dagen met de groep van 12. Nee? Laten we lachen, hoor. Lekker eten ook. Lekker eten, vriend. En dan daarna weer gewoon weer. Lekker strak op schema. How long were you alone on Factor before you got off? Okay. 2 years. Oh ja, die 2.4. Tja. Kijk, is een wanker, stond er gewoon. Kijk dit, dit is gewoon al in-game, hè? Dit, kijk je die hond achter. Maar kijk, let op. Nu gaat hij in. Nu kan ik gewoon rondkijken.
running for you. Je hoort ze gewoon praten met elkaar, weet je. Of je zegt, als je verschillende characters naast elkaar zet, dan wordt de intro al wat anders. Nee. Ik kan niet bewegen, het is wel echt spannend, maar ik kan wel een beetje kijken. Ja, deze. Je ziet ook een soort van trail, weet je. Het is een spoor, of maar. Afdrukken. Het zit. Stick together. Is dat zo? Jawel hoor. Ik moet even kijken of je hem. Volgens mij heb ik wel geluid. Jawel, ik heb wel geluid, man. What the fuck is dat? Dat is hem niet. Ja. Fucking idiot. Hij is gewoon... Is hij dood? Hij is gewoon dood, hè? Wat een idioot. Oh, ik zit buiten die combat zone. Oh, ik kan er wel in. Ja, ik heb niet verwijderd. Ik kan het healen. Wow! Hij is zeg maar een tank. Ik maar in mijn pop als ik hem doodgaan. Waarom zit ik vast? Bro, je bent gedaan. Wat stel loopt, ik is gewoon gekild, hè? Wat een homo. Echt slecht. Ik kan best wel hoog en lang zien. Ja, man. Ik heb dan een poppetje waarbij die ding snel regenerate, weet je. Ja, die had je gekozen, toch? Ja. Maar dit is ook echt een speciale character die dat kan. Elke heeft zijn eigen perk. Je hebt natuurlijk perks die gebaseerd zijn op je poppetje, weet je. Die heavy heeft dan perks voor extra tag damage en dat soort dingen. Maar ondertussen... Er lopen ook wildlife rond, de andere beesten. Die killt hij dan, zeg maar. Ben de medic! Oh, get away! Hij is bijna dood. Wie? Gewoon. Oh, ja. Ja, nee, kijk, die niet. Ja, die monster is bijna dood. Maar hij heeft een paar shots nodig. Kijk, daar zie je dat. Monster Scared Birds. Ik zie daar in de buurt. Mijn jetpack is low. Tussen hier liggen gewoon die gasten, weet je. Maar hij is sneaky, want weet je wat het is? Hij kan ook in de stealth mode en dan kun je volgens mij zijn tracks niet zien. Maar heel veel mensen die weten dat niet, die gaan dan gewoon rushen, weet je. Als je een monster wil, moet je gewoon goed aanpakken.
How much I don't? Armor's down! I'm ready! Grabbing the monster! Arena up! Oh, I've got a pot, zag je dat? Hij heeft die arena neergezet. Van hier. Dat is een station ding, dan gaat iemand die stomen. Fire! Back up! Hoe kan hij niet snel lopen, maar het is wel gewoon klaar. Oh shit. Waarom heb ik geld nodig? Oh, ik word door die fucking monster gebeten. Move. Ja, kijk maar, ik ben de hard weet je. Oh, heal me. Idioot. Zijn al heal. En dan is die medic weg. Als je medic weg is, dan ga je sowieso nog op geen vier kapot. Ja, heel veel mensen spelen niet in het game doen. Zo goed. Net ging het wel goed, man. Die ene trapper is goed. Ja, ik gooi die dood gewoon niet. Is gewoon een beetje goed spelen. Die gast hè, die heeft zo'n skill. Waardoor hij zo'n schild om zich heen krijgt, kan hij gewoon niet gekilled worden. Maar hij kan wel uit die schild kunnen knallen. Ja, echt slecht, man. Je zijn slecht! Heb je het gezien, Michael? Het team is niet helemaal goed, man. Sommige waren goed. Maar ik vind elke class wel echt dik, hoor. Elke class echt verschillend. Deze medic is gewoon eigenlijk snel. Ik ging een beetje te dichtbij, weet je, maar ja. Ik moest even een clear shot hebben voor die tranquilizer. Die heb ik nu wel volledig upgeleveld volgens mij. Dat is nog 1 ster. Daar gaat bijna een ster omhoog. Eigenlijk wil ik monster zijn, man. En dan tegen die gasten. Zo dik. Ik ken gewoon die giant, die choose your own monster. Ik heb nog gekozen. Zo, een confirm. Press again to confirm. Stage 1. Kijk, je ziet gewoon hoe wij gespeeld hebben. Dik, hè, dan? Dik, man. Kijk, ik ben die blauwe. Pap. Dan ging ze aan de dans. Pap. De damn. Maar wat vind je ervan? Als je zo ziet. Het op zich wel dik, toch? Ja. Ik had hem beter voor je mee kunnen nemen, man. Het was cheap. Dan had je hem al vast. Stond daar, hij was gewoon net aan het vullen, hè, toen ik binnenkwam. Dat was echt een goed gevoel, hè. Ik zag gewoon uit mijn ogen op zo, ik denk, ik hoop dat dat is, man. Liep ik zo, papa. Hé, ja, hoor. Gewoon die hele doos vol op de grond, gewoon, pap. Echt, meneer, geef die doos maar aan mij, hoor. Ik berg hem dan op waar de zon niet schijnt. Dan hoeft u er niks, die hier, tientje. Waiting for place, dat is gewoon dik. Nu heb je al een heel team. Ja, dat wel. Ja, klopt, ja. Wel ietsje. Ben ik Goliath? Yes, you are. Yes! I'm fucking Goliath, man. Ik mag 3 punten spenderen. Sowieso deze leap, deze. En die charge moet ik hebben. Dat is goed om mee te beginnen. Feeling speed, sowieso. Het feeling. Kijk, ik spawn als eerste, hè. In die map. En hun spawnen pas later. Dus ik kan al... Maar ik moet even... Oh. Ik moet nu jagen op beesten. En het doel is om zo ver mogelijk, zoveel mogelijk te jagen, weet je, op die beesten. Mm-hmm. Maar ook zo sneaky mogelijk, want hun kunnen jou traceren, toch? Dan moet ik wegwezen, man. Ik denk dat ik... Ik heb het gevoel dat ik kapot ga, man. Kijk je nog, hè, Michael? Ik ben die fucking Goliath, gek. Dikke shit, deze game is hard, ouwe.